De eerste HSL-trein is in Nederland gearriveerd. De trein kwam nog niet op eigen kracht, maar werd gesleept. NS High Speed heeft 16 hoge snelheidstreinen bij het Italiaanse bedrijf Ansaldo Breda besteld. Het gaat om zogeheten V250-toestellen die maximaal 250 km per uur rijden. De nu in Nederland gearriveerde HSL-trein gaat in juni testritten rijden tussen Amsterdam, Breda en Brussel.